Als je binnenkomt, zit je meteen in de sfeer. Het Groot Ziekengasthuis. Theatermakers aan de slag met een stukje bosse geschiedenis. Het ziekenhuis dat ziekenhuis is niet meer. Het staat leeg. En we nemen de mensen nog voor een laatste keer door het ziekenhuis mee op een heel bijzondere reis. Een reis door de lange en donkere ziekenhuisgangen. Heel toepasselijk in een rolstoel. En wat hier gold, gold overal. In alle ziekenhuizen. Je moet je overgeven aan artsen en verpleegsters. En aan medicijnen en apparaten. Dat gaan ze zelf meemaken. Je zit in je stoel en die rijdt door. Telkens zie je korte stukjes van het leven. Een oude man, een broeder, verliefde dokters. En je kan het aanvullen met je eigen herinneringen. Want ik heb zelf een blinde darmontsteking gehad. En die was vrij ernstig, dus ik kwam hier terecht terwijl die al bijna op het ploffen stond. De hoogtepunten en dieptepunten in het leven, die beleef je hier in dit gebouw. Dus vaak hebben mensen, als ze binnenkomen al, zijn we niet eens begonnen met de voorstelling, al een bepaalde emotie. Het wordt een reis langs het leven en de dood. Want het was zoveel zijn, het leven. En daar kon ik niet bij dat zijn, in dat leven. En nu dus klaar. Het is goed zo. Laat me maar. Ik zag de voorstelling met mijn collega van het Brabants Dagblad. Wat vond hij ervan? Je hebt een koptelefoon op je hoofd en daaroverheen krijg je verhalen te horen die hier nog ergens in die gangen van het ziekenhuis na echoen. En dat is heel indringend. Er zijn ook prachtige beelden bij. En, ja, je hebt ook alle gelegenheid en alle tijd om die verhalen binnen te laten komen. En ik vind het op een hele mooie manier gedaan.